Net als vorig jaar is het Fletcher Hotel restaurant De Hunsebergen in Exlo het decor van de FCM een haringparty. 100 mensen aangemeld voor vandaag. De haring is vandaag voor het eerst binnen. Of ik zeg het verkeerd, gisteren. En vandaag kunnen ze het voor het eerst eten. En wij hebben nu al 100 mensen. Ja. En jij hebt het natuurlijk stiekem al even mogen proeven. De haring? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet zo van de haring ben. Ik hou van vis, maar hou van haring. Hoe ga je dat nu doen dan? Ja, ik ga het gewoon proberen. De nieuwe haring liet een week langer op zich wachten en dus werd de party een week uitgesteld. En dat vereist natuurlijk flexibiliteit. Ja, zeker zijn wij flexibel. Sowieso voor onze gasten willen we proberen het uiterste eruit te halen. En je hebt niets aan als een feestje maar half interessant is en leuk is. Dus we gaan natuurlijk wel voor 100%. Van 13 tot en met 16 juli verblijft FCM weer in de Hunsebergen voor een trainingskamp. En dat is niet de eerste keer. Vorig seizoen zijn ze ook te gast geweest. En wat ik begrepen heb, was het een succes. Dus we zullen dat zeker proberen te overtreffen. Gaan jullie dan ook nog iets speciaals doen voor FCM? Nou, natuurlijk. Een leuke bowlingavond organiseren. Misschien een karaoke. En de heren is uitdagen voor de midgetgolf. Wie weet wat voor leuke avonden daarvan kunnen krijgen. Ja, zeker. Nou, geweldig hotel. Mooi dicht in de buurt. Ik denk dat aan niets ontbreekt. Als ik zo om me heen kijk, ook ziet het er geweldig uit. Dus een mooie plek om met elkaar richting start van het seizoen te gaan, denk ik. Jos Vos van vishandel Hollands Glorie in Emmen stelt de haring weer beschikbaar en is zeer tevreden over de kwaliteit van de vis. Ze zijn weer top. Als je dadelijk lekker proeft, ze zijn lekker zilt, ze zijn gewoon boven verwachting. Ja, we hebben er een weekje of twee weken langer op moeten wachten, geloof ik. Hè? Ja, we hebben de boel even in spanning gehouden. De haringen waren niet ver genoeg en ze zijn nu goed, echt top. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie bepaalt dat eigenlijk dan? Ja, ze gaan eerst een keertje vangen, er wordt een bootje uitgezet en dan gaan ze kijken hoe de haring is. En als hij dan te mager is, dan gaan ze allemaal bij elkaar zitten, de hoge heren. En dan besluiten ze om toch nog een weekje te wachten. Hoogste tijd om te proeven. Ja, hij is heerlijk. Het is lekker zilt, lekker mals, lekker. Heeft u er echt op gewacht? Nou, niet echt, maar als hij er eenmaal is, dan ben ik wel lief hebben. Is hij ook lekker vet dit jaar? Ja, hij is vet en hij is zelf moddervet, maar op de goede manier. En na 3 jaar wordt er ook afscheid genomen van hoofdsponsor Sun Oil en dat maakt best een beetje weemoedig. Ja, dat klopt. Dus dat is op zich jammer, maar we hebben een hele mooie, goede nieuwe hoofdsponsor en dat vind ik gewoon perfect. Ja, jullie blijven toch nog wel aan FCM verbonden? Ja, we blijven mooi bij FCM verbonden, mooi bij de jeugd. Dat past eigenlijk heel goed bij ons als Sun Oil. We zijn een jong bedrijf en proberen innovatief te zijn. Ja, en dat concept vind ik heel erg mooi. Ja. Als je nou in die 3 jaar terugdenkt, wat komt dan als eerste bij je op? Nou, dat we eigenlijk van heel diep eigenlijk naar een hele stap voorwaarts zijn gegaan. En natuurlijk afgelopen seizoen eigenlijk heel mooi hem afgesloten. Had natuurlijk naar mooier gekund. Maar goed, wie weet we volgend jaar naar het vast zit dan. En Jos Vos maakt maar weer eens een haring schoon. Alhoewel niet iedereen liefhebber is. Nee, eerlijk gezegd, haring en vis ben ik geen liefhebber van. Nee. Nee, vanmorgen hebben we ze om 6 uur al verkocht. Mensen die kwamen om 6 uur al aan de deur en die vroegen of we een haring hadden. Ja, 's ochtends vroeg om 6 uur? Ja, om 6 uur. Dus het was net een fijn ontbijtje, zeiden ze. Helemaal top, dankjewel.